Dus Dag ook dames een en heren, commentaar. live hier in Abu Dhabi. Wat de fuck is er aan de hand? Waarom is het leeg? Damn, lul, daar heb ze tijd op daag leeg gezet. Dan was ze op Yeah, official zitten hebben. Is je bidek ook leeg, of niet? ik heb mijn professional gezien. Is je bidek ook leeg? Het is leeg. Zeker. We hebben hem een keer opnieuw aangezet, hè? Oh man, dit is wel heel erg jammer. Dat is zo nep nu dat het leeg is. Damn, wat een kut, zei ik. Run, 28. Ik weet dat Tim kan ik het battelen, dus veel fuel en ik vind het een beetje Ik vind dat de output ervan is. Het is goed zo. We gaan beginnen. John? Ja. We're ready. Ik ben al klaar. Oké, dan zijn we klaar. Commentaar zal even stilvallen tijdens de start. For obvious reasons. For obvious reasons. Kijk, als ik naar de eerste man net gaat staan. Twee Mercedes'en, heel erg dreigmantisch achter de twee Ferraris. Ja, wat gaat er gebeuren in bocht 1? Dat is de grote vraag aan de voorhand van iedere Grand Prix. Timmy Tunders sleutelt nog een klein beetje aan zijn strategie. En dan kunnen wij beginnen aan lap 1 van 28. Het gaat een spannende race worden. Verschillende strategieën waarschijnlijk tussen de twee Ferraris. Splitsuitigen staan nu op de Ultrasoft, Supersoft, omdat we daar gekwalificeerd hebben. In B2, Q2. Redelijke start van de nummer 32 Ferrari, maar de nummer 10 Ferrari heeft een veel betere start. Tunnel voorbij. Zieke haakt er dan aan. Oh, maar hij heeft een slechte exit. Tim, ik zit links. Goed! Goed, man. Oh, nee. Hij laat hem liggen. Fuck, zei ik. Dat is toch gewoon. Twee Mercedes komen nu ook kijken. Bij de Stefan Zweet. Wordt het verschil goed gemaakt. Maar er is een split strategy, hè, dames en heren. Dus pole position verliezen is niet race verliezen. Dat weten we allemaal. Timmy Tunders zal naar een lap of, wat zal het zijn, 8 zal hij binnen moeten komen. Voor zijn eerste uit twee stops. Ik zal het zo meteen voor opzoeken op de tweede button straight. Ik zal rond lap 12 moeten binnenkomen voor mijn enige pitstop. Dat is het verschil vandaag. Dan heeft natuurlijk wel het pace advantage hier op de Ultrasoft, maar het was fijn geweest als we die even achter ons hadden kunnen houden na de start. Dan had hij die pace niet kunnen gebruiken op zijn Ultrasoft en nu heeft hij gewoon clean air om te pushen. Dat is natuurlijk hartstikke jammer. Maar nu is het gewoon zaak van blijven rijden en vooral niet de wagen verliezen. Dan is het inderdaad wel allemaal voorbij. Oh, een beetje op de fuel mixers blijven letten. Dan kom ik met een droge tank aan bij de finish. Dat zou hartstikke vervelend zijn. Nou, dan komen we bij de eerste sector aan. Die staat bekend als Understeer Central. Voor nieuwkijkers. En dit is de Stefan Zweet. Waarom je zo eet, daarvoor verwijs ik u graag door naar een andere video. Die staat nu rechtsboven in beeld. Was de start van Sean verlopen? Ja, van Sean hebben we niet heel veel vernomen. Maar die gaat dat niet laten horen. Ik zie dat dat niet heel erg tegenvalt, of wel? Ik sta op 8. Eén plekje verloren. Dat mag geen naam hebben. Dat kan de beste gebeuren. Op dit moment bevindt hij zich wel in een volgewerkt waarschijnlijk, dus hij gaat een interessante race krijgen. Wanneer wil de DRS gaan inbod? Ronde 3? Ronde 3. Inderdaad. Dus de zaak, dit is een corner cutting sector, om daar niet te veel corners te cutten, want dat gaat je onherroepelijk penalties kosten. Mexico kwam over de streep met 15 seconden aan penalties, een persoonlijk record. Dat wordt bijgehouden. Ik ben er ook redelijk trots op, want ja, 15 seconden en één race, hoe luk je dat nou? Ik weet het ook niet hoor. Maar het zal waarschijnlijk niet snel nog een keer gebeuren.
Zoals verwacht, weer een vaste lap van de Timmy Tilder. Natuurlijk, want de tweede lap is altijd sneller dan de eerste. Ik haal er zelf ook 4 seconden af van mijn eigen lap, maar het is voor een vaste lap uiteraard. Zoals gezegd, eigen race rijden en Peter van te houden, dat is heel belangrijk in deze strategische game die de moderne Formule 1 is. En de Apexen blijven aanvallen. Sean bevindt zich op dit moment bij de herpen na de Stefan Straight. Hoeveel op de positie is dit? 8. Bij het P8 is geen plaats weten goed te maken. En daar is de eerste warning. Oppassen geblazen. Is de chance in 1. Altijd gevaarlijk. Oh, eerste warning. Nu ook. Chanel die volgens mij precies hetzelfde doet. Eerste Jensen? Ja. Zo sad, het is een naam, geen officiële bochtennaam uit, hè? Zo vaak heb je die tiltedrons, zelfs Malaysio-namen. Maar daar word ik het ouder. Ja, wow, ja, ik besteed nog helemaal, maar... Ik ben hem ook gereisd in Formule 1. Zo zunt. Hij is hem helemaal kwijt. Nee. En dit mocht dus absoluut niet gebeuren. Want dan gaat het hier posities kosten. Dan maak je gewoon plaats. Dan rijdt daar ook nog bijna Hamilton aan. Wordt bijna aangereden door Hamilton. En dan moet hij al moeite doen om Bottas achter zich te houden. Oh, 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 wat een domme crash was dat, zeg. Jezus Christus. Oh, Amateur 2-7. Over. Mooi. Amateur oh, over. Ook bijna kwijt. Op het Jasmarina circuit. Het zou ook eens een keer goed gaan. Een hele voorzichtige stem vraagt die driver behind en dat is op dit moment Lewis Hamilton. Maar die bevindt zich op een veilige afstand van, ik zou zeggen, een seconde op 5. Gelukkig toen hij aangereden wordt door Hamilton, zeker. Ja. Dat was echt belachelijk. Ja, Roger, we hebben eigenlijk heel tijd gesproken van wat er gebeurt als we 1-2 rijden. Dat moet wel alle episode veranderen. Teamorders. Even zo teamorders hebben. Op dit moment lijkt het wel plausibel dat het gaat gebeuren, hè? Dat we zo wel kennen. Als het zo doorgaat, dan komt van dingen goed in de positie, hè? Oeh. Ik moet nog een strategy change gaan doen. Ja, dat is niet bang meer van de oprol, zeker. Dan in de toekomst. 12 seconden verloren door die noob-actie hier. Wat ging er mis? Te vroeg met gas, denk ik, op de curbs. Te weinig longruns hoeft dan. Weet ik? In qualifying had ik daar geen last van. Nee, echt? Oh. Nee, omdat ik toch dat... Ik merkte dat understeer ding is. Ja. Wat is zijn strategie, Tim? 2 keer ultra's en dan supers? Ja. Dat is inderdaad de meest logische strategie. Ultra, super, ultra. Dat is wat er ging. Wat is een ultra, super, ultra? Ja. Ik heb het idee dat ik de rest een beetje aan het ophouden ben. Nou, dat valt reuze met. Dat is een gaten. Kijk maar eens. Mwah, ik heb erg geen zin. Ja, maar dan is de slingerende Stefan de furie. Nee, dan komen ze nog wel voorbij.
Je hebt sunset gekozen ofzo, want de zon is wel onder het gaan. Of afternoon, ik weet het niet. Nee, dit is geen... Oh ja, inderdaad. Ja, dat is gewoon zon, dus je hebt me net recht in het gezicht. Richting een lane. Ja, micro. Ja, ja, ja. Oh, achterbanden daar. Oh. Dan loop ik van de achterbanden dan misschien de reden daarvoor. We gaan de brake bias een beetje aanpassen. Deze bocht gebeurde het dus. Waren daar de achterbanden gelokt? Ja, misschien op de replay te zien later. Ja, ik ben flinger de afzak een kwartier. 2 seconden extra. Wat riep ze voor een bang? Ultras. Ja, dat is logisch. Die zien hem avond gewoon. Wat heeft ze voor een pit nou? Dat heeft me nu wel open. Maar ik zit nu op... Of je vindt, of wat Jeff bedacht heeft, weet ik. Wat Jeff bedacht heeft. Maar ik merk het ook, ik zit op 50% nu. Bijna 50. Hamilton is weer... Te verdedigen. Dichtbij, ik ben een hot pursuit. Lewis Hamilton! En zo maken wij de race toch altijd weer interessant. Ja hoor, smaakmaker Sineker is wel van de partij. Met een lompe race. Oh fuck, dikke lock-up. Lokt ze dan partij op? Dat was een lock-up van de voorbanden. De achterband is vaak erger omdat je dan meteen de achterkant bij bent. Zeker in zo'n bocht als daar, of bij een lanen bijvoorbeeld. Kijk, hier komt de achterkant ook een stukje voorbij, maar... kunnen controleren en dan is het niet zo. Oh fuck ja. Lewis Hamilton, ja, het zou ik net niet binnen duikt. Ik heb het net doorgaat, maar hoe dan ook, hebben wij hem binnenkort te pakken. Hij gaat door. Wat is de pitlap voor je? Die pitlap is 12. 12, oké. Okay. Ja, we komen elkaar niet. Oh ja, trouwens. Ik weet niet, we zijn met de tweede sint deze, maar scholen komen we elkaar niet in de knie. Oh. Ja, nee, dan wel. Kut! Misschien kom ik in de DRS van de Vegas en komen hier. Sean? De steeks van mij? Ik zit in de DRS, maar ik zit ook in de danger zone qua penalties. Overstuur. En weg B2. Nee, niks weg B2! Nee. Weg aanval bedoel ik eigenlijk. Aanval is nog niet weg. We hebben nog de tweede button straight. De eerste houden we in ieder geval bij. Zelfs extra hard remmen, omdat hij hier zo vroeg remt. En dan kunnen we hier met een dikke exit misschien bijbenen. Maar het gat is nog redelijk groot, hoor. Ridgemix uiteraard. Ik denk dat we wel voor een dive omgaan. Of een Richardo move, zoals onze Stefan zou zeggen. Nee hoor, hij komt van veel te ver. Maar hier staat Lewis bijna stil. En dat is heel zonde dat we er niet voor een move zijn gegaan. Ik ben echt heel langzaam erin, jongens. Ik moet heel erg uitkijken met mijn frontwing hier. En misschien wel zelfs eieren voor mijn geld kiezen, want dit is erg gevaarlijk. We hebben het gezien met de Cheeky Little Duivel op Brazilië. Daar werd niet eieren voor mijn geld gekozen. En wel voor mijn frontwing, daar ging een stukje vanaf. Ik heb ook een nieuwe frontwing. Zoals we hem kennen. Oh, dit is gevaarlijk, jongens. Een beetje uitkijken met corner cutting. We verwachten dat Lewis in deze laps naar binnen gaat. Dit is ook. Dan moeten we zo snel mogelijk een inhandeling. Hij doet het niet. Nee, we moeten echt een inhandeling anders dan. Gaat het ons veel tijd kosten. Dit is ook de man waar we mee in gevecht zijn in de kampioenschap. Maar dat extra belangrijk, dit gevecht. Nu met een dikke exit vanuit de rap hebben we hem sowieso te pakken, dat weten we. Maar we kunnen misschien... Oh, nee, Industrial Central doet zijn naam wederom eer aan. Ik denk dat Lewis op dit moment wel minder grip heeft. Hij gebruikt de ultra's. En DRS komt eraan. Surely nou, maar Lewis heeft een Mercedes motor. En Bridge Mix tot zijn beschikking. Dus misschien dat hij ook hier iets van plan is. We ruimen hem heel diep in button op Jensen 1. En dan hebben we een hele nette NL move gedaan op Lewis, maar we moeten wel nog voor blijven. We krijgen geen DRS. Er zit nog een extra litex punt tussenin. Klopt het wel ingedrukt. Wat net gebeurde, kan ik niet zeggen. Dus blijft hij maar achter.
Die move is done dus. Dus een deel van de crash is in ieder geval ongedaan gemaakt. Maar de tijd die we daarmee verloren zijn, die krijgen wij nooit meer terug. Dus, wat zei ik aan het begin van de race ook alweer. Gewoon blijven rijden, geen fouten maken en dan komt het allemaal weer goed. En dat hoop je dan. Na zo'n crash. Crash, spin, half spin was het. Team is in de pits, heeft hij niet aangekondigd, dat is een beetje bot van hem. Dan krijgen we wel een message van Jeff. Hij zegt het niet. Wat de fuck, ik heb het gedaan. De kaarten, dubbel stack, dat is niet wat je wil. Zeker niet in een finale. Want ik heb in 2 rondes weer 14% slijtage en ik heb gelet op mijn timer. Daar komt de zoeker. Daar komt de zoeker. De voetzoeker. Heeft Dimitri normaal gekocht? Dat is nee. Hij heeft flink moeten ramen natuurlijk in die pit exit. Dan compleet op de sfeer. Misschien beter, of wil ik het hellere kunt kunnen kiezen? Hard kunt, ja. Nou, helaas heb ik zien. Het zou zo degelijk zijn als je overal alle banghouds. Ja, zo voor mij wel een goede oplossing zijn. Gewoon mediums en softs rijden. En dan 2 keer bang wisselen. Stap van exit. All over the goddamn place, man. Unbelievable. Dit zijn wel de mensen en momenten waar je niet op moet verzaken, want dat kost je frontwings andere zaken. Namelijk bandenslijtage. Maar je kan Lane, wat deze bocht nou vernoemd is overigens, heel goed over meepraten. Maar hij duikt niet, hij wil nog midden duiken. Hier, have a cheeky little look. Hij heeft nu 10 laps nieuwere banden. En daar zet de cycle de deur wagenwijd open. Maar we zien geen rode pijl. Dus rijden we door. We're approaching the pit window. You'll be on the soft. Hij kiest de binnenkant. Oh! And the move is done. Je hebt het wel tot je aan elkaar geneigd zit. Gewacht, ja, inmiddels wel, ja. Gewacht. Hoe dik is die exit? Shut up, Jeff. Yeah. Maar die consistentie die ik aan het begin van het seizoen hou, die mis ik nu een beetje. Want er werden elke keer wel fouten gemaakt en dat is gewoon zund. Dan maak je gewoon geen plaats meer goed. Jos. Dat is jammer. Ja, Sunt. Zeg, ben ik de laatste tijd veel meer consistent dan in het begin, hè? Ja, in het begin worden we echt dramatisch. China en Groot-Brittannië bijvoorbeeld. Oh. Oh, wat zei hij net? De consistente man gaat hier zelf van de baan. De zelfbenoemde consistente man. Net als je dat zegt. Ja. Het is natuurlijk hartstikke gevaarlijk om dat soort uitspraken te doen tijdens een race. Laat staan als je in de Ferrari zit. Hoe? Zieke was ook even van zijn apropos af. Zoals dat Koningsdoel dat ook soms is. Als je hem verrast op verschillende concerten. Ja, en op verse banden met DRS. Dan weet Timmy Thunder natuurlijk wel een valse slap neer te zetten. Nee, zonder DRS. Excusee, die had hij natuurlijk niet meer. Ook hier maar. Oh, dat is gegaan. 3. Waar 4 benodigd. Een paar laps tot de headpit winnen van de zieker. En kijk naar de bandensituatie. We gaan even kijken naar de bandensituatie op de eerste Gentleman's Straight. Die is redelijk goed. En Tim die vraagt het heel sneaky aan Jeff naar de driver behind, maar dat hoeft hij niet te doen, want we horen het toch wel. Het is
geheim. De hond die dan zo rustig praat, als hij echt niet wil doen, dan selecteert hij het gewoon op zijn stuur. Dan kan ik zeggen, cover in front. En dan krijg je antwoord van Jeff. En dan weten we ook dat het gat 3.2 seconden is. Dat we wel flink wat tijd laten liggen hier. Naar die antwoord. We hebben allebei nog één stop te gaan. Oh, krijg je airtime. Ah, inderdaad, ik dacht al. Zullen we nog bieden aanloop naar Stefan Strait, oftewel Undersea Central. Want ook in zijn airtime kreeg ik heel veel afschnitts, ja. Ja, dat klopt. Oh, is op dit moment flying op deze verse supersofts. Zeer dunne exit. Dan de kansen voor de Steve. Bottas zit in P3. En wat het voor het kampioenschap betekent, weet ik niet, maar ik heb 10 punten nodig om gelijk te komen met Lewis. Dus eerste plek en een derde plek voor Lewis betekent een gelijke stand. Lanen. Dat is de eerste keer meteen wel waarom ik de wiet ben gegaan. Sorry, wat zei ze? Dat was de eerste keer in de race dat ik wiet ben gegaan. Ah, maar hij is net van niks nog van hem, dat is dus meteen weer. Yep. Tim, Jeff wil dat ik een box heb, maar ik stel nog één lap uit. Ik denk net dat het interfereert met 10 pit window. Nee, doe op zich een setje ultra's voor de rest van dingen. Ik heb nog de verschillende rondes gegaan. Fuck daar Lane op. Het recept voor een fastest lap aan het einde van de race. Dat is de strategie van Timmy van der. Fastest lap kan hem eigenlijk niet meer ontgaan. Hij heeft nu ook eens een ander trouwens. Altijd lekker om ik weet niet of het altijd sneller is, maar het is in ieder geval fijn om de snellere band als laatste te hebben. Dan kun je alle mensen kun je dan oprapen op het circuit die je tegenkomt. Maar je komt in ieder geval. Je loopt in ieder geval naar mensen toe dan in plaats van dat je gevangen wordt door de mensen achter je. Wat een veel vervelender beeld is, normaal gesproken. Maar de bandjes van de Seeker die doen het erg goed. Maar we zijn al bijna half wedstrijd en we hebben dan een set van de hardere band. Nou, ik heb mijn tweede set Ultrasoft binnen versleten. Tweede set Ultrasoft? Oh ja, Ultrasoft. Ik zit nu op 39% voor, 44% achter. Hé, wat? Ik ga nog wat. Misschien wel nog wel een lap door, want ja, dit zit in principe... Hé, wat de hel gebeurt het dan? En dan sting ik stil. Fucking weird. Ben je er eens? Denk het. Ik kom snel genoeg achter als je even een paar rondjes in had. Als je die zingt dus. Ik zit zo ver af. Ja? Pieter, dat is in. Oh ja, dat is in. Een paar bochtjes. Dat is een rondje of 4. Ja, precies. Wat bedoel ik? Box is lap. Dat kan je met de chef zeggen. Nuitkills. Ja, ik moet mijn ultra's dus gewoon vervangen. Teammate is in de pits. Oh, de penalty! Nog net ontweken! Oh, dat schelde heel weinig, niet kan ik toch zeggen. Clean bits op. Altijd weer een oplichting. Maar ik ben de pitlane in de route, dus kijk goed. Alles gebeuren. Pit strategy complete. See these tires through to the end.
Maar dit is ook best wel snel met dit muurtje, dat zijn mijn eerste zeggens van Brazilië. Ja, Brazilië is leef, dat is de pitstraat zelf een compleet baan. Ja, dat loopt parallel naar Senna, als ik hem pas heel laat kan, druk op de baan. Ja, dat is echt kut. Alleen een stuk smaller. Ja, en sneller. Gewoon een binnenwiel in de pitstop. In de pitstop. En dan komen we nu in een eenzame race terecht. Ja. Roger, wie kent zich weer achter liggen? Dit? Andere strategie en dat momentje misschien? Ah, ik wacht nu even in de binnengang. Twee bochten verder. Het window has been opened. Mooi. Ik wil best doen, ik kan deze rondje nog inhalen. Maar dat wil ik. Ik denk toch gewoon net van boete liefde als ik niet van zin had. Dat was enig serieus. Hoe sterk is de eenzame Ferrari? Ben ik er niet. Hoe sterk is de eenzame Ferrari? Jean-Maurice op dit moment, ter verificatie. Zak voor Tim. Ja, dat weet ik. Ik ben op exacte locatie, zeg maar. Dat was de machine desync. Ik kan even kijken richting button 1 en 2. Leuk. En zeg ja, ik ben nu wel 1 en 2 in precies in de hoek. Ja, nee, dat is al langs. Ja. Ja, dat is not a straight dus. Ja. Not button 2. Oké, okay. Nou, dan klopt het waarschijnlijk nog. Gelukkig. Dat is echt extreem kut als een D-sync hebt. Lanen momentje voor Tim Wilder. Ik heb ook een lanen. Kom, vergeet de pit niet, hè. Het zal een lekkere titel zijn, hè, voor deze race. Lanen lockups. Backlack, dubbele L. Alliteratie. Hij blijft gewoon drie in de vent. Ja, dat is niet erg, dan zet ik me nog een rondje op lean. Ik ga sparen. Het opladen. Het opladen der verschillende hybride systemen en de aanval te plaatsen. Ericsson Blue Flag. De eerste die. De penalty is als ze nog heel lang slijt. Ja, dat is goed. We gaan zo. Tim, zoals de vlag er nu bij hangt. Oeh. Ik ben langs. Ja, wat is het? Are you? Zo de naam Cumulus Team Offers. Team Orders. Even kunnen horen. Beide. Team Offers. En Team Offers. Team Offers dan op de plaats van Tim inderdaad. Lana Lockups en Team Orders. Dat is de titel voor het filmpje. Mooie. Oh shit. Tenzij er nog iets raars gebeurt. Oh, kut. En zet dat ene man een roersport ofzo met de titel werd. Het hele spel is fucked. Voor de vorige keer. Met al die aliens en Sean dat gedesynct wordt. Die aliens worden zo kut de vorige keer, hè. Dus met Bram en Sean die worden daar slachtoffer van geworden. Dat ze mensen in die spawnen of dat soort onzin. Yep. Ja, dat motten kun je niet kennen met zo'n spel. Nog een aantal maanden na de release. Dat het allemaal nog in zit. Maar dat is nog een badge dat gekomen. Okay. En mensen, zo die aliens zijn. Super raar. Dan is het ook de alien indicator geïntroduceerd. Dat is dat balkje dat verbinding slecht is.
En als ze dat juist voor degene verlicht, dan zou ik me iets meer afstand bewaren dan normaal. Oké, okay, 60% etage. Dat is zomaar een doorn vent. 60%, dat is wel echt danger zone. Oh. Roger, je bent net langs? Ik ben net over de kring gereden, ja. Ik ga langs eigenlijk. Wat riet ze? Wat voor tien riet ze en wat voor een... 44-0. En softs. Ja? Dus ik ben een slak op dit moment. De snelste. Nou, 44-0 is mijn snelste tier op supers. En ik heb nu een soft stint, dus wat riet ze toe? Supers. Nee, wat voor tier? Geen idee. Maar komt die te redden op het einde? Is mijn beste. Komt die te redden op het einde, die supers? Oh, ik druk al! Ah! Rosonde heb ik me vreselijk in verslikt met Blue Flags in Canada. Gewoon de win met weggegooid. Dat zou me dan het kampioenschap kosten in principe. Want Hamilton inmiddels B3. En daar zit geen pitstop meer in, jongens. Ja, netjes en lekker. Even ter informatie, als we het team anders uitvuren, ik heb een time penalty van 2 of 3 seconden. Dus dat moeten we gewoon niet vergeten. Anders hebben we dan voor een swap en dan net over geen zin. Ik weet niet of je het goed te pakken hebt, Tim. Ik heb niks te pakken. Ik heb volgens mij nog niet eens één warning gekregen, terwijl ik best wel gekut heb. Ja, er zijn heel veel kutbare delen. Terwijl ik dat precies op dat moment doe. Je weet Bilane. Dat is geen waarschuwing voor Chris. Laan hebben we nog nooit gekut. Misschien een beetje. Ja, aan de boetekant. Oh nee, dat is track extension, dat is weer een kant. Cheers mate. Helemaal tegen heel niemand land. Ja, hij vlak veel meer. Hij begon al motten rekenen dadelijk. Bij het meeste gewonnen. Ja, hij redt nu positie 3. Ja, daarom. Want als ik win en Hamilton P3, dan hebben we precies evenveel punten. Dus dan moest ik een truc rekenen bij het vaakst gewonnen. Met Hamilton 3 keer gewonnen of zo? Weken of zo. Dus ik zou wel veilig moeten zijn. Oh, wacht. Oh, daar ben ik een keer goed gedaan. Ja, zo moet het dus. Sean is lekker aan het racen daar, geloof ik. Ja, het gaat allemaal redelijk soepel. Niet zo snel als het Geer doet, maar wel gewoon netjes. Ja, dat is. Racing, hè? Consistency, dat is belangrijk. En dan kan ze dan het tempo boeren. Ja, dat heb ik ook vaak tegen Stefan gedaan. Oh ja, direct maar anderhalf seconde sneller dan het beste. Stefan 30 in over. Consistency, dat doe je helemaal niks. En straight line is er wel mogelijk dat ik aan mijn gaas geef. Dat is wat Stefan doet. Oh, ik zit hier lekker met t-shirt. Oh fuck, inderdaad. Ik ben vergeten mijn nummer te doen tijdens de pitstop. Ik heb een trui nog aan, man. Kut, sorry. Ik heb hem nu wel losgeknoopt. Dat is jouw handen. Ik ga hem eigenlijk goed doen dan, Dennis Spitzel. Oh, dat zou ik willen zien, want dat is een dikke knoppe actie. Kijk, nee, dat zou heel relaxed gaan, want het is best wel lang in de pitlane. Ja, dat is wel goed. Weer lang gewoon godverdomme aan de kant junken. Waar het... Ja, is langs, oké, okay, mooi. Ben je gebeend, hè? Als je me aanraakt. Kut man. 10 meters in de pit. Wat een last strategy, pitstop.
Dat is een redelijk lange stint. Oh fuck. Vergeet het te ruimen voor de lanen. Ja, dat wordt spannend. Dat is een redelijk lange stint op ultra's. De eerste paar laps, ik wil natuurlijk wel loei snel zijn. Hoeveel laps moest je gaan doen op ultra's? 10? Ja, dan moet je 10 doen. 8. Oh nee, dat is lap 20 inderdaad. En dan is het nog 9. Oh ja, inderdaad. Het verschilt als je hier mee. Ik moet nog 9 laps aan het bang. Ah, oh, dat geeft wel hoor. Het is niet heel extreem. Nee, zelfs in een mix zou het niet lukken. Nee, maar dat heb ik ook op gebruikte ultra's ook al gedaan, ja. Ja, dat onmerkelijk kennen. Dus nieuwe ultra's die supers, die gebruikte supers, die gingen lang met. Ik had onmerkelijk nog 3 levels van de kinderen door hier. Zo te veel, nog niet eens op 50% toen ik de pits aan het doken heb, hoor. Een lap later dan gepland. Ja. Bandenslijtage hier op het Jasmarina circuit, dat is allemaal niet zo heel spannend. En ik zei het aan het begin, we hebben 12 seconden verloren met die crash, halve spin aan het begin. Dus laten we nu eens kijken waar we zouden uitfilteren als we die crash spin niet hadden gehad. Driver in front, want deze strategie is in principe sneller. En we zien inderdaad 6,8 seconden. En dat is het verschil tussen P1 en P2 in dit geval. Ericsson, you cheeky Jehovah. Cheeky Jew. Zeker man. Hij ging in aan de kant. Vandoorn, oprotten. Nee, we zijn ook met Blue Flags bezig. Ja. Kut gezeik. Sticky tires, want nu wil hij wel een fase lap neerzetten. Die heeft hij al in eigen handen, maar hij kan hem nog een beetje beter maken. Die thunder, en dan kan hij nu gaan doen. En toen hadden we P3, maar... Oh nee, dat is niet Bottas, dat zijn backmarkers die daar dichterbij komen. We komen niet dichterbij, worden ingehaald. Jezus. Goedemorgens. Ik begin wel langzaam te rijden alsof ik op de motor zit. Dat is vooral een verschil. Langzaam remmen, langzaam gas opdraaien. Nou, maar hel remmen en dan langzaam rem loslaten. Ja, dat ook. Zoals in een auto en of motor ook deed. Ja, maar dan is het in het eigen. Dat schiet echt weer anders dan. Ja, natuurlijk. Ja, precies. Dan moet je even in het pedaal indrukken. Minuscule. Precies. Het is eigenlijk een blokje rubberbier voor het geval, als je gaat. Het is iets zwaarder dan het gaat. Gewoon alweer. Godverdomme nog. Een boot ligt eigenlijk de fase led door de naast. Ja, dat zou ik wel kennen. De bandenslijtage is ook bijzonder laag, prima genoeg. 16% na 4 rondes. Die supersofts vallen me toch beter dan die ultra's. En daar is hij. Netjes. Er wordt net niet door de neus geboord van Timmy Dunder. En vandoor naar Den Hutte. Ik ben zeker in beeld. Ik wil terecht naar de kant moeten zo meteen. Pas op, hè. Dat is een lap waar ze P2 met gepakt skin. Oh! Ik heb hem aangeraakt. Unbelievable scenes. Palmer. Ja, hij werd wat te dicht vandoor. Hij parkeerde hem op de Apex. Dat was die meneer van Blue Flags, yeah. Over een reden. Echt, die AI. Weet je wie Max Lowe tegen Max Blue Flags die pakken ze af en toe. Zo raar. They move in mysterious ways. En sowieso die AI. Ik had een enorm aan elkaar gesprongen. Echt, AI kent ze dus nog niet nummer. Nee, gewoon A. Meer soort van AS. Artificial Steve. Artificial Steve. Ja, zo gek. Ik hoop dat er niet. Nee, maar zo, door risico te komt hij snel terug. Ja, en daar hebben ze wel voor. Nou, bedoel ze remmen. Ze gaan nu
Oh, wie de fuck, dat is Stefan de B-flits. Stefan en de Flits Mercedes. Zou dat ook net allemaal over dit zeggen? Ik weet niet wat hoor, maar misschien wel beter inderdaad als dat. Ja, misschien is dat wel vrij straks een boos. Ik heb tegen veel geld op de boos, eerlijk gezegd. Strollen! Parking the bus on the Apex. What the fuck are you doing, man? What the fuck are you doing, man? Oh, dat kost niet. Ah, dat was nu een spannende race geworden in Oost-Nederlandse strategie. U zag het net. Zo'n 6 seconden zou het verschil zijn geweest. Dus in mijn voordeel dan. Na die pitstop. En dan werd het een achtervolging, zoals ik net zei, van Timmy Tunnel. Dus dat was inderdaad ontzettend spannend geworden. Ja, toch wel jammer dat we die race ons nu door de neus gehoord krijgen. Excusé, pour le touché. Maar het was geen touché, dat was een volledig gezellig. Hey, snelste ronde nu. Dat is best netjes, aangezien ik die super meteen rond de ronde kreeg. Doe ze vast, hè? Wat is het? Ik heb nou een gezellig. Oh, het is zo niet. Okay. Dat is nog steeds 1.46, maar dat is nog wel. Je begint langzaam te leren. Ik word weer in het verkeer. Als ik een vaste slap neer probeer te zetten. Zo shit, hè? Dat is nu weer half wild raas. Waarom dan? Hoe pak ik dan die ultra's voor je? Ja, simpelweg omdat ze geen supers meer hebben, denk ik. Dat was oorlog voorzichtig! Godverdomme, ze kukt Fiat! Ja, dat deed nut, hè? Dat was het zeker met hoe het kiep. Ja, maar dan gewoon ze in de bocht in en opeens remmen ze. Ja, dat zei ik net. Ze parkeren hem op de Apex, hè? Ja, kutrijd man, echt. Ik ben hier binnen de zeukhaaf. Ik ben binnen van de zeukhaaf. Kut er aan, man. Heb ik er niks aan. Doet allemaal geen blue flag, dan hou ik ze zo in. Ja, donsen mensen net zo'n rare dingen. Ja. Dan donsen logische dingen om dicht in de weg te zitten. Dat is meestal makkelijker dan ze beren welke ze kan aan de kant proberen te gaan. Ja, precies. Ik hoor dat je dit. Oh, een driver behind. Oh, de rol is van 19 en een scale tegen. Ik laat me. Nee. Ik ben 20. Oh, oké. En suddenly, de OS. Ja, Ericsson to be. Ericsson, lul! Lul, godverdomme! Fuck you! Zo. Is van de baan. Ja, en Button 1 is. Of Jensen 1 is gaat fout gegaan. Ja, zo. Maar Ericsson is in ieder geval van de baan gekankerd. Gekankerd. Ik heb alleen geen meer. Nou, het zijn toch die twee gezellige gasten. Ja, nu mis ik wel een vluggen. Oh man, wat een dag! Oh shit, instant blokken. Fucking hell! Ik denk het weg. En je let op vooral voor 20 lang. Dit is netjes. Ik ben op de strijden met je gaas regnemen. Dat is heel netjes. Volgens mij heb ik gewoon alle pijltjes op de Apex genomen. Netjes. Nou, we ons ook niet eens langs sloten. Dat is een no power! No power. It's embarrassing on the track. Dangerous, want de Zweed zit er zelfs een keer gezag. Het is
dangerous our lack of speed. Is gewoon gans weg. Is erg belachelijk langs de hand is. Waarom heb ik net een 8 bloed gekregen? In het Robos met een best veel vleugel. Oh, het incidentje, die button. Jensen. Ja. En een button 1. Jezus, wat een verwarrende bochtencombinatie. Met de lutsel van een Ericsson, de Meganens afsnijdt op het moment dat ik mijn inval doe. Dat had ik niet gedaan, hè. Ja, ik snel het ook in de pannen ook. Maar wie kan ik doen, Nes? Je reed gewoon zijn rondjes en daar heb je niet zoveel last van. Nu snap ik waarom dat mijn ultrasoppen zo snel gesplitst zijn. Ik heb al 40% slijtage. Ik heb gebruikt gemonteerd gekregen. Ah, oh, viant. Ah, op zich is dat geen probleem. Ja, het zijn er maar 3 laps. 2,5 voor de frontrunners inmiddels. 3 nog voor mij. Oh, shit. Jeff kan krijgen op. Kieken met deze bang, nee, nauwelijks versleten. 36%. Oh, wat mooi! 36% rond versleten. Prachtig, hè? Prachtig. Heerlijk. Allemaal op zijn Kwiat, 36%. Ik dacht dat geen rebuild wordt. En dan tref je mooi de bocht in. Ja. Zo, Chanty. Zo, daar komen we zo weer tegen. Oh, laat hey, Tim, wie loyaal bist toe, wat komt er dan? Misschien wel een langzaam titel, het gaat stuk te gaan hebben, want het gaat dus best wel goed. 20 seconden druk geven, als we dat doen. Heel veel. De win wil natuurlijk wel officieus aan u toegekend. Uiteraard. Ja. Maar team orders dan? Graag. Mogen we nog, hè? Als je niet te let slaan. Oké, Timmy, the secret is faster than you. Confirm that you've understood the message. Wat is het, Tim? Ik word er even Sean in al. Ja, Hamilton in. Leuk. Doe dan. Wow. Jensen Button zelf wordt hier niet even getoucheerd. En daarmee bedoelen we uiteraard de cup. De bochten worden louter aangeduid met de Jensens 1 en 2 en de Swades met de Buttons 1 en 2. Next car 20 plus, next car 20 seconds ahead. Oké, halt eens in. Als toen je inhult, dan kan ik tot de wie man gesneden. Oh, dan mag ik moeilijk ook zo van wie doen, hè? Ja, daarom zeg ik nogal vast het gaat, want het gaat is best wel groot. Dat is waar ik de vorige geleden. Hij is in een handen die anders steeds zijn. Dus ik geef hem dicht terug. Ik geef hem dicht. Dat zou ik geen willen, ja. Ik ben nul. This is your final lap of the race. Nee, heeft er ruimte hangen. Fiat, nog even erbij. Is wel DRS zo. Ja, maar moet ik verbieden laten? It's not slowing down, Mac. Oh, dat was niet een chance. Ja, dat was niet een chance.
Hoe ver zit de auto nog te liggen? Rustig. Helemaal goed. Zit hem buiten een. 13-2. Hoe ver zit de auto nog te liggen, BV? Ja, heel niet. Okay. Een seconde of 24. Kom! Dus hij hoeft in ieder geval niet bang te zijn dat ze een derde weer is. Dat is heel veel ruimte. Wat een nutte. Hij leeft ook echt op het lidse aankomen. Tim! Ah, ik zie hem. Oké, we moeten dit heel erg tactisch kunnen spelen. Ik heb onderhand nog een time penalty. Sean! Wat ga je doen? Sean, wat ga je doen? Lul, even normaal doen, hè? Even normaal doen. Normaal doen. Tim, je moet zich even laten zakken. 4 seconden moet het gaat zijn. Of 6 seconden, ik weet het niet. Sean, flikker op met die kanker Red Bull. Als je nu achter me finish, dan moet je hebben hoe te rijden. Finish achter me, dat is makkelijker, vind ik zelf ook. Oh, kut! En de laatste line. Het is de echte wereldoverwinning voor de zieken, want we weten natuurlijk allemaal, de echte winnaar. Dat was Timmy Tilton geweest. En hij heeft zich niet aan de regels gehouden. Hij is gewoon een eerdere finish dan de Seeker. Die sneaky bastard heeft zich niet aan zijn woord gehouden. Hij heeft zich niet genoeg ingehouden. En daardoor is het helaas wat toch... Hier zien we de winnaar rijden van het kampioenschap. Lewis Hamilton wint de Formula Fransel. Omdat hij aan het begin van het seizoen en ook aan het eind van het seizoen nog altijd constant is geweest. En hij staat dan ook hier wederom op het podium. Maar de team van Ferrari die zijn wederom fucked up geweest. Volgens mij was er één Ferrari die niet zo heel goed wilde luisteren. Hij liep natuurlijk op het allerlaatste aankomen. En er was natuurlijk ook een Red Bull die er in de mix was. Dus wat een kut einde, jongens. Kan beter de volgende keer. Wat een penalty is toe. Dat zei ik toch. Toen moest ik 6 seconden laten zakken. 6? Ik heb 3 seconden gedaan. Nee. Oh, Vient. Lol. Opnieuw. Dit is ook echt maar miskieken. Dit is ook echt maar net op die 3 seconden, hè? Want dat gaat, kijk. Maar dat is nog niet eens. Die 3 seconden is het nog niet eens. Ja, die 3 seconden was ook nog. Nee, die 3 seconden ook wel, hè? Nee, die klopt. Nee, ja, maar dat wordt net minder dan 2 seconden. Maar het mooiste spel, ik heb de derde beste ronde, zeg ik. Welk? De derde beste ronde. De derde beste ronde. Oh. Prachtig. Nee, vergeet wat ik redelijk goed heb. Oh, dat is best wel niet eens goed gedaan. Uit zijn andere midfielders. Sjoala. Toch, het is gewoon. Ah, wat een nutte, Tim. Dat is wel een nutte. Godverdomme, hé. Vent. Ik zou het op dit ook te schreeuwen. Er moest minstens 5 of 6 seconden achter me zetten. Heb ik nog geschreeuwd. 3 zessen. Pak 4. 5 of 6. Ik heb het opgenomen, hè. Ik ken het laten herren. En Sean zit in de kutte met zijn kanker Red Bull. Dus daarom moet je gewoon nog langzamer rijden. Ja, precies. Sean is het chill. Kut fan. Ja, gooi hem op Sean. Dan hou ik gewoon even meer kunnen remmen. Want ik zag het gat is heel groot. Tot Lewis. Ja, maar je hebt geen super Timothy tegen me gebotste toen hij dit remmen. Van een sadness. Ik denk dat Sean een DSQ'tje achter zijn naam kreeg vandaag. Ja. Die had zich ergens in zich misdragen. Nou, het ging goed. Ik heb maar een kleine penalty gekregen.